De winnaar is Bart De Smet. Hij kreeg de titel vanavond uit handen van premier Charles Michel op de Heijzel in Brussel. De Smet volgt Chris van Doorslaar op, de CEO van speelkaartenbedrijf Cartamundi. Ja, en die prachtige trofee, jij ziet er gevaar. Ik neem de gelegenheid om een aantal mensen te danken zonder wie ik dit onmogelijk had kunnen krijgen vandaag. Eerst vooral, een beetje emotioneel, mijn vader. Wat doet dat met u? Ik ben daar uiteraard gelukkig mee voor mezelf, maar nog meer voor alle mensen die daarmee aan bijgedragen hebben. Want je doet dat nooit alleen. Je kan wel inspireren, je kan de goede mensen aantrekken, je kan challengen en zorgen dat je in de goede richting gaat. Maar als die hele organisatie niet massaal volgt, dan haal je dit niet en dan zou ik hier nu ook niet gestaan hebben. Zowel een puinruimer als een bouwmeester, zegt de jury. Herkent u zich in die dubbele rol als manager? Ik ben in principe meer een bouwer dan een puinruimer. Het enige, dus ik zou bijvoorbeeld veel minder goed zijn als manager in een bedrijf dat zich echt moet helemaal afbouwen. Maar het puinruim bij ons was van een andere orde. Het was een aantal erfenissen van het verleden, juridisch, financieel, die een enorme, ik zou zeggen, gewicht hadden op onze balans en op onze activiteiten, die we systematisch hebben proberen op te kuisen. En dat hebben we gedaan met een beperkte groep mensen, waardoor al de andere mensen, die vele duizenden, enkel moesten bezig zijn met klanten, met distributiepartners, met verkoop, met beheer van contracten. En dus dat is denk ik wel ons succes geweest. Bart De Smet is de 32e manager van het jaar. Een onderscheiding van onze zender in samenwerking met Weekblad Trends. De jury looft De Smet voor de grote vernieuwing die hij doorvoerde bij verzekeraar Ageas. Geen gemakkelijke opdracht. Ageas is de opvolger van het vroegere Fortis. 2008. Fortis Bank wordt genationaliseerd. Uit de as van de verzekeringstak herrijst een phoenix genaamd Ageas. En dat is mede verdienste van deze 59-jarige wiskundige. Bart De Smet staat al sinds die moeilijke jaren aan het hoofd en maakt van de verzekeringsmaatschappij een groeibedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat je op je lauweren mag rusten, vindt hij. De fout die we nu zouden kunnen maken met het bedrijf is zeggen we zijn er en het zal wel vlot lopen. Dus dat is eigenlijk veel moeilijker om daar iedereen scherp te houden. En ook te zorgen dat ik zelf even scherp blijf. Ja, de jury heeft gekozen voor Bart De Smet omdat hij de voorbije jaren Ageas heeft uitgebouwd tot een sterke verzekeraar in moeilijke omstandigheden. Denk aan de omgeving van lage rente. En specifiek voor vorig jaar dan heeft Bart De Smet een streep kunnen trekken onder het Fortis-verleden door een schikking te treffen met de meeste aandeelhouders die claims hadden ingediend. Dus daar is een streep onder en nu kan Ageas verder vooruitblikken om de business te versterken en verder te groeien. Op de binnenlandse markt, maar ook in echte groeiregio's, zoals Azië. We zijn in 13 landen, pak dat we daar een achttal, negental heel sterke posities hebben. Wat we niet uitsluiten is dat we die nog verder proberen te versterken, ook niet organisch, hè, door gerichte acquisities. Als we kijken naar de groei, die wordt vooral gevonden in Azië. Door een aantal overnames, maar ook omdat die markt organische groei toelaat. En we mogen er toch van uitgaan dat Ageas ook de volgende jaren via overnames en via gewone groei nog verder terrein zal winnen in Azië. Bart De Smet is dus zowel puinruimer als bouwmeester. Een combinatie die de jury wist te overtuigen. Wel, je zou hem kunnen omschrijven als de metronoom van zijn team, die zeg maar op een rustige, maar toch kordate manier het ritme aangeeft. Je kan hem ook beschouwen als een coach, dus die mensen ruimte geeft om zich te ontwikkelen. Die ook mensen uitspeelt op hun sterke punten. Dus hij is een coach in feite die zijn team beter laat spelen.